Het verhaal van Romeo en Julia door William Shakespeare. Dag huiszoeker, ik ben Maarten Tromp, droomhuismakelaar bij Tromp Garantiemakelaars in Middenbeemster. En juist dat verhaal gaat over een verborgen liefde en een stukje geniepigheid. En daar ligt toch echt de schoonheid van dat verhaal in. Wat ook bijzonder schoon is, is deze prachtige groene omgeving waar we in staan. Een stiekem park, omringd door woonwijken en ook te zien vanaf de Bonkelaar in Averhoren. Maar als wij nu stiekem die kant op kijken, vanaf dat stiekeme park, een aangezicht die je vanaf de Bonkelaar zelfs niet ziet. Dit is Bonkelaar 35. Een prachtige, geschakelde eindwoning met een bijzonder verhaal. Wat een ongelooflijk gouden stek. Moet je nou eens kijken. Weet je hoe ik dat weet? Ik zal het je vertellen. De meeste mensen die groter willen wonen, die gaan verhuizen. Mensen die een garage willen, moeten verhuizen. Mensen die meer buitenruimte willen, moeten verhuizen. En mensen die wat schuurruimte willen, je raadt het al, moeten verhuizen. Maar vandaag zijn we bij Bonkelaar 35. Herhaaldelijk uitgebouwd, onder andere hier opzij en daarachter. Voorzien van een dakkapel, grotendeels kunststof kozijnen. Begint aan de voorkant met een garage en een stukje eigen erf. 444 vierkante meter eigen grond. Dat is toch al echt heel bijzonder. Ik had het net trouwens over schuurruimte, maar dat doet zijn naam helemaal geen eer aan, want wat wij aanbieden is vele malen luxe. Aan deze kant, de voorkant, een houten aanbouw, deels berging, maar deels sauna. En aan de andere kant ook weer iets ongelooflijk fraais, namelijk een houten bijgebouw, deels berging en deels luxe veranda met glazen schuifpanelen. Dit is wel een heel mooi punt van het perceel om even stil te staan. Hier zie je de omvang wat het huis heeft. Misschien zie je stiekem ook dat zonnescherm, want ja, het is niet alleen groot, maar bovenal zonnig. Die aanbouw is de zijkant en de achterkant beide voorzien van openslaande deuren. En dan gaan we nu die heerlijke woonkamer betreden. En dan zie je dat het echt onvoorstelbaar is hoeveel hier is uitgebouwd. Dit was de originele kamer en dit is allemaal extra. Dat doe je alleen als je eigenlijk nooit meer weg wilt. Maar het kan soms ook te groot worden, zoals nu het geval is bij de huidige bewoners. Want boven treffen we nog twee ongekend grote verdiepingen. De eerste verdieping heeft nu twee slaapkamers, of eigenlijk 2,5, maar waren er voorheen veel meer. De hoofdslaapkamer waren namelijk twee slaapkamers, die zijn samengevoegd. We treffen verder nog de grote, maar bovenal comfortabele badkamer en op zolder nog een heerlijke ruime zolderslaapkamer. Is echt een idyllische locatie omringd door groen. En dat maakt juist die zit aan de achterkant van het huis zo ongelooflijk mooi. Dan treffen we hier nog het eetgedeelte. Een echte grote tafel voor genoeg bezoek. Daar moet voor gekookt worden en dat doe je hier. Kijk, dit is misschien toch wel een bekender aangezicht. Maar door deze video weet je nu eindelijk wat voor schoonheid de schuil gaat achter dat poortje met het belletje. Ik heb nog veel meer te vertellen en er is nog veel meer te zien. Dus bekijk de volledige fotoreportage bij ons op de website en ik zie jou snel bij een bezichtiging. Want dit is een echt droomhuis. En je droomhuis vinden, huiszoeker, dat kan alleen bij Tromp. Wij zijn Tromp Garantiemakelaars, twee generaties lang gevestigd in het bruisende hart van de Beemsterpolder. Daardoor gespecialiseerd in met name landelijk en exclusief vastgoed, maar door onze jarenlange ervaring naar elke situatie in te passen. We hebben een groot werkgebied van onder de rook van Amsterdam tot het mooie West-Friesland en alles daartussen. We kijken deze video nou op YouTube, dan kun je je abonneren en krijg je het nieuwste aanbod direct in jouw inbox.